Dinsdagavond vindt in de raadzaal van Sertorenbos de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats. Tijdens deze extra raadvergadering worden de beoogde wethouders officieel beëdigd. Erik Logister, Huib van Olde, Jos van Son, Paul Kagie en Jan Hoskam zullen samen met burgemeester Rombauuts het college gaan vormen. Ook wordt tijdens de raadvergadering het bestuursakkoord behandeld. Oppositiepartijen zijn vooral benieuwd naar wat de ambitieuze plannen van het college gaan kosten. Volgens een woordvoerder van het college is daar nu nog geen concreet bedrag over te noemen. Deze zal met de voorjaarsnota en begroting voor 2016 wel rond zijn.